Welkom terug op de Toffe Wiskunde Academie. In deze video gaan we het wederom hebben over een van de mooiste dingen van de wiskunde, namelijk de meetkunde. En we gaan het hier hebben over de omgeschreven cirkel. En voordat we meer gaan uitleggen over de omgeschreven cirkel, gaan we met iets heel anders beginnen. Tenminste, het lijkt iets heel anders, maar het heeft er heel veel mee te maken. We starten namelijk met de driehoek ABC. En we stellen hier de vraag: waar liggen nu precies. Binnen driehoek ABC de punten die dichter bij A dan bij B liggen. Hoe kunnen we die vinden? Nou, in ons achterhoofd weten we natuurlijk, met de kennis van de middelloodlijn, als we de middelloodlijn op zijde AB tekenen, dat we dus hiermee de driehoek in twee gebieden kunnen splitsen: namelijk een gebied, het groene, waarin alle punten vinden zijn die dichter bij A liggen, en het gele gebied waarin alle punten liggen die dichter bij B liggen. Want op de lijn zelf vind je natuurlijk alle punten die even ver van A als van B af liggen. Waar vinden we nu precies de punten die dichter bij A dan bij C liggen? Hier kunnen we precies op dezelfde manier dus weer de middenloodlijn tekenen en verdelen we dus eigenlijk de driehoek weer in twee stukken. In het paarse gebied vind je alle punten die dichter bij A liggen en in het Gele gebied vinden we alle punten die dichter bij C liggen. En op dezelfde manier kunnen we natuurlijk nog een keer zo'n vraag stellen: waar vinden we die punten die dichter bij B dan bij C liggen? Ook hier kunnen we dus weer op het lijnstuk op de zijde BC, kunnen we de middenloodlijn tekenen. En verdelen we dus de driehoek weer in twee stukken: het paarse stuk, waar alle punten liggen die dichter bij C liggen, en het gele stuk alle punten die dichter bij B liggen. Nou, wat is hier nou zo interessant aan? En wat heeft dit nou in vredesnaam te maken met de omgeschreven cirkel? Als we alle drie, die, alle drie deze middelloodlijnen tegelijk gaan tekenen, of één voor één, maar goed, in één tekening, dan blijkt het altijd zo te zijn dat deze door één punt gaan. Het snijpunt van deze lijnen is altijd één punt. En wat is nou zo bijzonder aan, de, aan dit punt? Allereerst. Die drie middelloodlijnen verdelen eigenlijk de driehoek in drie stukken, en zoals hier getekend, het gele, het blauwe en het groene stuk. Nou, wat is nou zo karakteristiek aan die drie gebieden? Allereerst, het gele gebied vind je eigenlijk alle punten die dichter bij A liggen dan bij B en C. En het blauwe gebied vind je eigenlijk alle punten die dichter bij B liggen dan bij A en C. En op dezelfde manier heb je het groene gebied, daar liggen alle punten die dichter bij C liggen dan bij A en B. Maar nu, wat is nu zo specifiek aan dat punt M? Wanneer we het lijnstuk AM gaan tekenen en het lijnstuk BM, dan vragen we ons af: deze twee lijnstukken, wat hebben die nou met elkaar gemeen? Dus is de lengte van deze twee lijnstukken gelijk of is de een groter dan de ander? Nou, omdat M natuurlijk op de middenloodlijn ligt van lijnstuk AB, moeten deze twee lijnstukken wel even lang zijn. AM is gelijk aan BM. En wat nu als we een lijntje gaan tekenen vanuit CM? En we dit gaan vergelijken met AM. Wat is hier de relatie tussen? Nou, net zoals bij de vorige, ligt M hier natuurlijk op de middenloodlijn van AC. Dus ook hier is de de, de lengte van AM gelijk aan de lengte van CM. En wat nu als je een lijnstuk gaat tekenen vanuit B naar M? En dit gaat vergelijken met CM. Ook hier moeten natuurlijk weer die twee lijnstukken gelijk zijn, want ook hier ligt M weer op de middelloodlijn van BC. Dus vanuit welk punt je ook kijkt, AM is dus gelijk aan BM, is dus gelijk aan CM. En dat kunnen we natuurlijk eigenlijk al uit de eerste twee concluderen. Als AM gelijk is aan BM en AM is gelijk aan CM, ja, dan zijn ze natuurlijk alle drie aan elkaar gelijk. Wat heeft dit nou te maken met de ongeschreven cirkel? Ik zie het nog steeds niet. Op het moment dat je nu een cirkel gaat trekken door met een straal AM of met een straal BM of met een straal CM, kan je deze er alle drie de hoekpunt heen trekken. En dit is altijd het geval. Dus elke driehoek heeft een omgeschreven cirkel. En dat is toch iets heel moois? Dit schijnt gewoon altijd zo te zijn. Dit noemen we dus de omgeschreven cirkel. En het snijpunt van twee middelloodlijnen, van twee zijden, want als we natuurlijk twee middelloodlijnen laten snijden, hebben we dat snijpunt M al. Dat is het middelpunt van de omgeschreven cirkel. Kort samengevat, dus hebben we een driehoek ABC, dan vinden we de ongeschreven cirkel van de driehoek door van iedere zijde de middelloodlijn te tekenen. En eigenlijk zijn er maar twee nodig om dat snijpunt al te vinden. Dus dat is 1, dat is 2 en eigenlijk is het al voldoende, maar je kunt eventueel de derde nog tekenen ter controle. Dan het snijpunt van deze lijnen is het middelpunt van de ongeschreven cirkel en de omgeschreven cirkel gaat dus door de driehoekpunten van de driehoek. Nou. Dit was de uitleg over omgeschreven cirkel. Ja, en wil je meer weten? Waar kunnen we dan naartoe gaan? We kunnen natuurlijk naar Facebook! Of Twitter! Of YouTube! Of. Wiskundacademie. Natuurlijk.